Zoals ik in mijn vorige video al zei, gaan we nu even een paar voorbeelden doorrekenen. Dit is net een beetje anders dan de voorbeelden in het boek, dus dat vult elkaar heel mooi aan. Dus nogmaals, kijk zeker de voorbeelden in het boek, zijn erg belangrijk. En deze twee zul je er ook misschien bij helpen. Het eerste voorbeeld gaat over de activiteit van 12 voor 38 naar 7 uur. En die activiteit die is afhankelijk van de beginactiviteit. En als je die weet, dan heb je dus een of ander getal wat eruit komt. Weet je de beginactiviteit niet, dan kun je alleen maar zeggen, het is zoveel procent van de beginactiviteit. Het is natuurlijk altijd minder aan het worden, dus je hebt altijd een percentage kleiner dan 100% van de beginactiviteit. En dat is in dit geval ook. Wat we dus nodig hebben, is de halveringstijd. Dat kun je vinden in het BINAS. En deze formule, de activiteit, is de beginactiviteit, keer een half, ja, tot de macht. En dan hier staat het aantal halveringstijden. Nou, ga in BINAS eens even opzoeken wat de halveringstijd is. Zet de video even op pauze en zie ik je zo terug. Oké, nou, hopelijk heb je de video op pauze gezet. Als je hebt opgezocht in tabel 25 wat de halveringstijd is van 12 voor 38, dan heb je gevonden dat het is 2,84 uur. Dus bijna 3 uur. Nou, wat kunnen we dus zeggen over de activiteit na 7 uur? Nou, je weet, 7 uur, dat is meer dan 2 keer de halveringstijd. Dus het is meer dan 2 keer gehalveerd. 2 keer halveren, dat is dat er een kwart over is. Dus het is meer dan, dat gebeurt. Dus er is minder dan 25% van over. Na een halveringstijd, de helft over. Nog een halveringstijd later, een kwart over. En nog ietsje langer, want 7 uur is langer dan dat. Dus er is minder dan 25% over. Maar dit is geen 3 keer dat. Ja, dat zie je misschien ook wel. Dus het is geen 3 keer gehalveerd. Dus het is nog niet tot 12,5%. Dus je weet, het zit ergens tussen de 25% en 12,5%. Beter kun je het uit je hoofd niet. Moet je ook niet proberen. Moet ook niet gaan proberen kleine simpele berekeningen te maken. Om dat getal, kijken waar het tussen uitkomt. Dit moet je echt op deze manier aanpakken. Namelijk dat je de formule hier gebruikt. Activiteit is beginactiviteit. Die we misschien niet weten, maar dan krijgen we een percentage van de beginactiviteit. Keer een half. Tot de macht, ja, 7 uur gedeeld door die 2,84. En ik wil dus eigenlijk precies weten hoeveel er over is. Nou, als je dat allemaal invult, dan vind je dat het ongeveer is 0,18 keer dan de beginactiviteit. Dat betekent dat er dus ongeveer 18% over is van de beginactiviteit. Wat ik al zei, ergens tussen 25 en 12,5%. Beter kun je het niet uit je hoofd bepalen, maar je kan het wel zo'n beetje schatten. Als je de beginactiviteit dus weet, dan heb je hier echt een getal staan. Dan moet je uiteraard die 0,18 vermenigvuldigen met dat getal. En dan kom je echt tot een aantal becquerel uit. In het tweede voorbeeld, wat ik hier heb staan, gaan we echt een Geiger-Müller teller gebruiken. Je hebt dus een teller die kan deeltjes, alfabet, gamma deeltjes meten aan een relatieve bron. Je hebt ook tellers, dat heet de scintillatietellers. Die geven eigenlijk elke keer als er een deeltje opkomt, geven ze een klein lichtflitsje. Dus die gaan de lichtflitsjes tellen. Het zijn allebei manieren om te kijken naar bronnen, om te kijken wat de activiteit is. En afhankelijk van natuurlijk hoe actief die bron is, geeft die een groter getal aan, dat is logisch. Maar als je daar dichtbij zit, dan zal die veel aangeven, ben je daar ver vandaan, weinig. Dat is natuurlijk omdat die straling alle kanten op gaat en maar een deel valt op jouw scanner. Dus sta je ver weg, dan valt er maar weinig op je scanner. Sta je dichtbij, dan valt er veel op je scanner. Op de telbuis in de Geiger-Müller-teller. Dus daarom is dit percentage vrij klein. Dus hier op deze telbuis, in dit voorbeeld, valt minder dan 1% van de straling. Dus 99% van de straling gaat allerlei andere kanten op, komt niet in jouw telbuis terecht. Als die deeltjes dan in die telbuis komen, dan betekent het niet meteen dat ze ook echt gemeten worden, echt dat ze daar iets reageren. Dus perfect krijg je het nooit, maar in die telbuis dan weten ze van 26% wordt echt gemeten van wat er binnenkomt. Dan moet je ook rekening houden met dat er uit de natuur, uit de achtergrond, noemen we dat, ook straling komt. En die Geiger-Müller teller, als je die gewoon hier houdt, zal die ook tikken geven. Zonder dat ik radioactieve bronnen zeg maar, in mijn hand heb of iets dergelijks. Nou, dat kun je doen door dat ding een halve minuut aan te zetten en te tellen hoeveel die geeft. Nou, en bijvoorbeeld in deze situatie is de achtergrondstraling dat die 38 deeltjes meet in een halve minuut. En daar moet je ook rekening mee houden, want je wil nou weten, wat gaat die teller eigenlijk aangeven als ik naar deze bron kijk. Ik heb hier 600.000 barium 137m deeltjes, zoek dat maar eens op in BINAS, tabel 25, wat daar de halveringstijd van is. En die m is een beetje apart, maar dat is een isomeer. Je kent isomeren misschien van scheikunde, waarop moleculen iets anders gevouwen zijn. Nou, zoiets dergelijks is dat ook hier. Is verder niet zo van belang, is een iets andere isotoop van barium.
Dus kijk even bewaring 127M, wat de halveringstijd is. Zet de video even pauze, dan gaan we zo verder. Oké, nou, je bent weer terug. Je hebt de halveringstijd gevonden van barium 137M. Dat is, als je goed hebt gekeken, 2,6 minuten. We moeten dat uiteraard weer in seconden gaan omzetten. Dat deden we bij die vorige opgave niet. Hier was het uren, hier werkte ik in uren. Ja, dan laat je dat gewoon zo staan natuurlijk. Maar in deze formule die we gaan gebruiken, we gaan dan kijken wat de activiteit is van die bron, wil ik de halveringstijd in seconden hebben. Dus die 2,6 minuten, die zet ik om naar seconden. En dat is dan natuurlijk 156 seconden, keer 60. Nou, als we dan gaan kijken wat de activiteit van de bron is, die is dus afhankelijk van het aantal kernen dat er is. Ik zei al, we hebben 6 keer 10 tot de vijfde 600.000 kernen. Als we dan gaan uitrekenen wat de activiteit is, hebben we te maken met die LN2, dat is gewoon een constante. Zoek de LN-knop op je rekenmachine, typ dus haakjes 2 erachter, en dan kom je uit op ongeveer 0,693. Maar omdat dat is nu even niet van belang. Je gaat delen door die 156, die halveringstijd. En je vermenigvuldigt met 6 keer 10 tot de vijfde. Als het goed is, vind je dan een activiteit van 2666 becquerel. We hebben hier nog niet met afronding te maken. Dat komt pas aan het einde, hè? Significantie. Nou, wat gaat dat ding nou meten? Want dit is wat er dus allemaal uitkomt, 2666 deeltjes per seconde, van alle kanten op. Nou, wat gaat dat ding meten? Afhankelijk natuurlijk van hoeveel er opvalt, en wat er dan opvalt, wat ik daarvan meet. En daarbij komt er nog de achtergrondstraling. Dus als je gaat kijken wat die meet, dat is die 2666 maal 0,90% daarvan, dan moet je hem dus vermenigvuldigen met 0,0090. Ja. En van die hoeveelheid 26%. Dus dit ga je nog eens een keer vermenigvuldigen met 0,26. Dat reken je uit. En dan tel je daarbij op 38 deeltjes in een half minuut. Let op, want dit is allemaal per seconde. Dus hier moet je bij optellen. 38 dertigste. Ga dat maar eens doen. Video even pauze. Ik zit terug. Oké, nou, je hebt het hopelijk gedaan. Als je het allemaal hebt ingevuld, je hebt het nagerekend, dat klopt. Zoveel deeltjes komen er vrij per seconde. Dus dit deel, minder dan een procent, valt op de telbuis. Van de deeltjes die op de telbuis vallen, wordt maar 36% gemeten. Dan komt er nog wat van de achtergrondstraling bij. Dan kom je uit op ongeveer 7,5 becquerel. Dat zal de teller aangeven. Nou, in het boek staat een voorbeeld 1. En dat is eigenlijk een soort omgekeerde situatie. Daar begin je bij wat de teller meet. En dan ga je terugrekenen hoeveel kernen er zijn. En dat is ook wel aardig. Dus ga die voorbeelden zeker even bekijken. En succes met de opgave. Nu valt mijn boek op de grond. Succes met de opgave en ik zie jullie in de online lessen.